Is ze zo gestresseerd, ja? Ja. Ik vind ja. dat hij wel zo zelfverzekerd ja, op het podium nu, stapt. Nu gaat hij keihard zijn. Ja, ja, ja. Ik meer. When did we get so lost inside ourselves? When we used to be strong, now it's like we don't care. Instead we're calling out for snow. Don't know where we went wrong. Oh, so close, beautiful. But it's so. Helemaal de kluts kwijt omdat ze gedraaid hebben. Ja, allemaal. Rustig aan. Gaan we dat gewoon opnieuw doen? Ja. Rustig, als je klaar bent, een prachtige stem. Sowieso. Ga genieten. Het enige wat jij moet doen, is genieten, oké? Ga je dat beloven? Je hebt ons al overtuigd, dus... Opnieuw beginnen en je gaat genieten. Geniet van het publiek, van al die mensen. Je bent een ster. Weet je wat ook helpt? Even roepen. When did we get so lost inside ourselves? When we used to be strong, now it's like we don't care. Gaat beter dan. All this weight left on our shoulders, too much for the both of us. When did it get so heavy? Ali! This love is in between us. We never used to feel this. Feels so heavy. Wow! Can't get off of the ground. It's weighing us down. When did we get komen knuffelen, dan heb je elke coach die je zou kunnen kiezen toch al eens geknuffeld. Hallo. Hallo. Wat is eigenlijk jouw naam? Ik ben Axel. Axel. Oh. En hoe oud ben jij? Ik ben 14. Oh. Axel, wat een fantastische auditie heb je net gedaan. Dank u. Oh, ik zal even meteen zeggen waarom ik dat niet gedraaid heb, want ik vond het eigenlijk supergoed. Maar... Dank u. Ik vond het zo schattig dat je even overwhelmed was. Ja. En ik vond eigenlijk dat K3 jou op dat moment heel goed gecoacht heeft. Want je hebt gewoon het nummer 10 keer beter gezongen dan dat je het misschien ervoor gedaan had. Inderdaad, gewoon 10 keer zo goed. En dan denk ik, ik was overtuigd toen we op de knop drukte. Maar op het moment dat jij gewoon terug opnieuw begon, had ik zoiets, dit is ze. Ja. Dank u. Axel, ik word gelukkig van jou zo gelukkig te zien staan en ik hoef niet te veel meer woorden hier aan vuil te maken. Jij hebt het in jou, je hebt dit publiek gecharmeerd, ondanks even die hiccup in het begin. En je hebt dat gebruikt als je bent er sterker uitgekomen en andere mensen zouden dan denken van oh nee. En je hebt dat niet gedaan, dat is gewoon dat is van onschatbare waarde. Dank u. Oké. Aan jou nu om te kiezen voor wie je wilt gaan. Gers en ik hebben onze pronostiek al opgeschreven. Oh, aan jou de keuze. Ik ga
voor K3. Ik ben zo trots. Jij hebt dat zo goed gedaan. Ja, we hebben voor jou ook nog een armbandje. Wij hebben die zelf ook aan. En dat is een beetje om jou voor in de volgende ronde superveel succes te wensen. Ja. Ik voelde wel direct een band met Axel. Ik weet niet meer dat wij er dan gingen troosten. En ik voelde dat klopte of zo. Ik had ook zoiets, als er nu nog iemand mee gaat lopen, ja. Mijn hart was al verkocht. Ik heb wel pijn gedaan als ze nu nog... Ja, dan had ik het zoiets gezegd.